Het Nationaal Oil Spill Contingency Plan, NOSCP, opgesteld in 2016, is vernieuwd om olielekkages zowel op zee als op land te bestrijden. Het plan verbetert de voorbereidingen en respons op olielekkages en verduidelijkt wie betaalt bij een olielek. De herziene versie is voorgelegd aan de president en wordt nu geïntroduceerd bij diverse instanties. Het NOSCP is cruciaal om Suriname te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van olielekkages. Minister McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ging op 17 mei 2024 in gesprek met jongere leiders over hun uitdagingen. Vertragingen door bureaucratie werden aangekaart en de minister beloofde snellere processen. Goede communicatie en samenwerking tussen jongeren vertegenwoordigers kregen nadruk met als doel meer participatie in besluitvorming. McAndrew pleitte voor intensievere communicatie met Surinaamse jongeren via CARICOM om gezamenlijk problemen op te lossen. De politie in Nikeri arresteerde op maandag 20 mei de 20-jarige GS nadat hij kwikwi-eieren verkocht in Groot Henaarpolder. Dit is verboden tijdens het gesloten seizoen. Na een achtervolging werd GS aangehouden. De politie vond bij hem een digitale weegschaal, kwikwi-eieren en zijn bromfiets. Deze spullen werden in beslag genomen en GS zit vast in afwachting van het onderzoek. De politie waarschuwt dat vangen, bezitten en verhandelen van kwikwi tijdens het gesloten seizoen illegaal is.